Universiteit van Nederland. Als je eenmaal 18 bent, dan doe je geen domme dingen meer. Toch? Want dan ben je volgens de wet volwassen. Dan mag je stemmen, autorijden, alcohol drinken en je moet allerlei dingen zelf gaan regelen. Zoals je zorgverzekering of je financiën. Maar volwassenheid, wat is dat eigenlijk? En wanneer ben je dat echt? Manon van Scheppingen van Tilburg University doet onderzoek naar volwassenheid en ze won voor dat onderzoek dit jaar zelfs de Heineken Young Scientist Award. En zij weet, je bent op je achttiende verjaardag niet ineens poef volwassen. Het is inderdaad niet zo dat je op je achttiende al helemaal volwassen bent. Er zijn wel heel veel biologische ontwikkelingen, natuurlijk al, die je ook in je puberteit doormaakt. Waardoor mensen denken: Nou, je bent ook al misschien uitgegroeid, je ziet er al volwassen uit. Maar van binnen gebeurt er nog heel veel. Dus we weten ook dat je hersenen nog doorontwikkelen tot na je achttiende. Dus dat is nog iets wat verandert. En ook met je persoonlijkheid is iets wat echt nog niet is uitgeontwikkeld. Jouw persoonlijkheid, die ontwikkelt zich constant. Maar wat is het eigenlijk precies? Een persoonlijkheid. Persoonlijkheid gaat over relatief stabiele patronen van denken, voelen en gedragen. Dus dat is wat persoonlijkheid heel breed maakt. Dus het gaat over wie je bent als persoon. En daarbij is het zo dat we als persoonlijkheidsonderzoekers vooral kijken naar persoonlijkheidstrekken. En de meest onderzochte persoonlijkheidstrekken zijn de Big Five, dus de grote vijf in het Nederlands. Daarvan is de eerste extraversie. En extraversie betekent dat als je daar heel hoog op scoort, ben je iemand die sociaal is, die houdt van naar feestjes gaan bijvoorbeeld. En uh, daarnaast is dat je ook meer positieve emoties ervaart. Als je er laag op scoort, dan ben je meer. Introvert. En dan ben je meestal wat meer verlegen. En uh, doe je wat vaker dingen alleen. In plaats van met hele grote groepen. Je houdt niet echt van hele grote groepen. En meestal is het zo dat je emotioneel wat vlakker bent. Dus dat je niet per se negatieve emoties ervaart. Maar dat je ja, wat minder hoge pieken hebt in je emoties. Dus wat minder positieve hoge pieken daarin. De tweede van de big five is ordelijkheid. En dat is een persoonlijkheidstrek. Als je daar hoog op scoort, dan heb je veel verantwoordelijkheidsgevoel en ben je goed in het organiseren. Als je laag scoort op Ordelijkheid, dan ben je misschien iets chaotischer en uh, ja, iets minder georganiseerd. Dat heeft soms ook wel eens positieve eigenschappen hoor. Dus het is ook wel zo dat je wat meer laid back bent, misschien wat relaxter als je laag scoort op Ordelijkheid. De derde is eentje waar ik zelf heel hoog op scoor. Dus dat is vriendelijkheid. En dat is eentje, als je daar hoog op scoort... dan ben je empathisch en uh, altruïstisch. Dus je staat klaar voor anderen. Laag scoren is dan... Uh, ben je uh, ja, misschien wat onvriendelijker. Dus wat meer op jezelf gericht. Uh, dus je met iemand die wat kouder kan overkomen. Uh, een voordeel van laag scoren is ook... wat we hebben gevonden in onderzoek bijvoorbeeld... is dat mensen die laag scoren wat beter zijn... in bijvoorbeeld onderhandelen voor een hoger salaris. Dus dat kan wel wat voordelen hebben hoor. Wat lager scoren op vriendelijkheid. Een vierde is neuroticisme, dus uh, neurotisch komt het daarvan. En neuroticisme, als je daar hoog op scoort, dan ben je iemand die zich wat meer zorgen maakt. Dus uh, meestal is het zo dat je wat heftiger reageert op negatieve gebeurtenissen. Je bent iemand die daardoor wat minder stabiel is. Uh, als je laag scoort op neuroticisme, noem het ook wel dat je emotioneel stabiel bent. Dus dan ben je dus ook stabieler in dat je wat minder heftig reageert op omgeving en dat je minder zorgen maakt. Uh, je ervaart ook minder negatieve emoties. Dus dan uh, heb je daar minder last van. Ben je stabiel of onstabiel in je emoties? Vriendelijk of niet? Geordend? Chaotisch? Extrovert of juist introvert? Het zijn allemaal eigenschappen van je persoonlijkheid. En dan nog die laatste van de big five. Openheid voor nieuwe ervaringen. Een hele mond vol. En dat is eentje die ook wel interessant is. Als je daar hoog op scoort, dan ben je meestal wat meer intellectueel en creatief. En het is ook een trek die gaat over dat je veel brede interesses hebt. Dus meestal ben je iemand die geïnteresseerd is in heel veel verschillende. Dingen, dus niet alleen maar in verschillende ideeën, maar ook verschillende mensen bijvoorbeeld, vind je heel interessant. Dus dat is net iets anders bij extraversie: heb je meestal een groot netwerk omdat je gewoon heel sociaal bent. En bij openheid voor nieuwe ervaringen is het meer dat je interesse hebt in mensen die allemaal heel verschillend zijn. Als je daar wat lager op scoort, dan is het zo dat je wat meer conventioneel en traditioneel bent. Je hebt misschien wat minder brede interesses, dus het is wat meer gewoon je vaste vrienden en uh, je vaste gewoontes waar je aan vasthoudt daarmee. Ja, dus iets waarbij je misschien net iets minder interesse hebt om verder reizen te maken of hele gekke dingen te doen en niet uh, gekke gerechten uit te proberen. Deze vijf persoonlijkheidskenmerken die maken je tot wie je bent. 50% daarvan is aangeboren en de andere helft die ontwikkel je door de omgeving waarin je leeft. Wat ook nog veel ruimte houdt voor verandering en voor omgevingsinvloeden. Daarbij is het zo dat je persoonlijkheidstrekken in de kindertijd al voorspellend zijn voor hoe je later bent. Dus je ziet bij kinderen soms al dat ze bijvoorbeeld al heel veel positieve emoties ervaren, en dat is iets wat waarschijnlijk ook in hun volwassen leven nog aanwezig gaat zijn. Maar daarnaast is het ook wel zo dat er veel kan veranderen. Dus de jongvolwassenheid is een fase waarbij we echt grote veranderingen zien. En het algemene patroon wat we zien is dat mensen dus emotioneel stabieler worden. Daarnaast worden ze ordelijker en ook vriendelijker. Ordelijkheid, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit. Die drie persoonlijkheidskenmerken van de Big Five bepalen hoe volwassen je bent. Hoe emotioneel stabieler, hoe volwassener enzovoort. En deze drie kenmerken veranderen meestal in je jongvolwassenheid. Dat loopt ongeveer tot je veertigste. We hebben niet de hele duidelijke grens hoor. En de reden dat deze kenmerken het veranderen. Zou kunnen komen door bepaalde rollen die je hebt in je onvolwassenheid. Dus het is een fase waarin er heel veel verandert ook in je omgeving. Dus het is zo dat je meestal uit huis gaat. Soms al op je achttiende, soms natuurlijk wat later. Ook ga je studeren, waarbij je ook een hele nieuwe vriendengroep soms krijgt. Je krijgt soms een nieuwe romantische relatie en daarna ga je werken. En omdat ze ook van je eisen. dat je je meer volwassen gaat gedragen, zou het kunnen dat juist deze drie persoonlijkheidstrekken, dus emotionele stabiliteit. Oorlijkheid en vriendelijkheid, dat die veranderen en op een positieve manier. Wat ik net omschreef was een gemiddeld patroon, maar heel veel mensen wijken daar ook van af. Dat zien we ook uit onderzoek: dat mensen niet allemaal op dezelfde manier veranderen. De gebeurtenissen gebeuren allemaal op andere momenten voor mensen. Dus in ieder geval sommige zijn wat meer gestandardiseerd misschien. Dus dat is dat vaak is de studie iets, vooral als het gaat om universiteit bijvoorbeeld, dat dat op een bepaalde leeftijd gebeurt. Maar romans relatie, daar zie je natuurlijk heel veel verschillen in wanneer dat gebeurt. En ja, dat is iets wat er ook voor zou kunnen zorgen dat die ontwikkeling op een ander moment plaatsvindt. De theorie zegt dat als je een andere rol krijgt in je leven, zoals bijvoorbeeld op jezelf wonen, dat dan je persoonlijkheid op zo'n manier verandert dat je volwassener wordt. Maar volgens Manon ligt het toch net iets ingewikkelder. Ja, dus we hadden een hele mooie theorie: dat nou, als je een volwassen rol hebt, dan word je opeens veel stabieler in je emoties en veel ordelijker, vriendelijker. Maar dat is iets wat we niet goed vinden in onderzoek. Dus we hebben wel wat bewijs hoor. Dus het is wel bijvoorbeeld bij het starten van de eerste romantische relatie. zien we bijvoorbeeld dat mensen ook zelfs ordelijker worden. en ook uh, emotioneel stabieler. Dus dat is wel heel interessant. Maar het, wordt, het zijn meestal hele kleine effecten. Dus het is niet dat mensen enorme verandering doormaken. als je naar één gebeurtenis kijkt. En voor heel veel van die gebeurtenissen vinden we het ook niet. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van een eerste kind. We zien niet dat mensen daarna opeens veel volwassener worden. Wat ik wel heb gezien, ik heb zelf ook heel veel onderzoek gedaan naar het krijgen van een eerste kind. en hoe mensen dan veranderen. En wat veel persoonlijkheidsonderzoekers verbazingwekkend vonden. was dat de verandering soms de andere kant op ging voor die gebeurtenis. Dus dat iets was waarbij we zagen dat, vooral bij moeders. zagen dat er wat negatieve veranderingen waren. Ik moet zeggen dat ze niet opeens een ander persoon werden hoor. Dus het was niet alsof ze ineens een hele andere persoonlijkheid hadden. Maar dat eerste jaar is gewoon heel zwaar. En misschien verbazingwekkend voor onderzoekers, maar voor veel mensen die een eerste kind hebben gekregen, is het misschien wel herkenbaar dat het zo zwaar is dat het, ja, je soms misschien niet gelijk denkt: Nou, nu voel ik me heel erg volwassen. Dus dat ze juist minder ordelijk waren en minder zelfvertrouwen kregen. Goed, tot zover je eerste stap naar volwassenheid. De jongvolwassenheid. Die dus verrassend genoeg duurt tot ongeveer je veertigste. Door naar het volgende level: de middenvolwassenheid. Die loopt tussen je veertigste en je zestigste. En wat we zien is dat dan je persoonlijkheid wat stabieler wordt. Dus we zien daar wat minder veranderingen. Er zijn ook wat minder veranderingen in rollen, dus in sociale rollen. Dus het is meestal zo dat je wat meer stabiele baan, een stabiele relatie hebt. Dus dat zou ook daarmee te maken kunnen hebben dat ook je persoonlijkheid dus stabieler is in die fase. We zien dus wel op oudere leeftijd wel weer wat veranderingen. Ze zijn wel wat minder sterk dan de jongvolwassenheid, maar uh, meestal is het zo dat op oudere leeftijd er ook wel weer wat gebeurt. Sommige dingen positief, zoals het krijgen van kleinkinderen bijvoorbeeld, maar ook wel wat negatieve veranderingen, zoals achteruitgang in gezondheid of het verliezen van je partner bijvoorbeeld. En we hebben ook gevonden dat dat soms samengaat met negatieve ontwikkelingen in persoonlijkheid. Bijvoorbeeld dat mensen wat minder emotioneel stabiel, dus wat neurotischer worden dan. En dan hebben we het dus over de late volwassenheid. Die bereik je zo rond je zestigste. Ben je dan eindelijk echt volwassen? Ik heb helaas niet één duidelijk antwoord daarop. Ik denk dat het ook mooi is aan persoonlijkheid dat we niet altijd denken van nou, nu is het klaar. We kunnen altijd blijven ontwikkelen en misschien zelfs werken aan uh, ja, onszelf verbeteren over ons hele leven. Bedankt Manon. En wil jij je door blijven ontwikkelen? Er staan nog 650 andere podcast-afleveringen voor je klaar. Dus ik zeg: lekker luisteren tot je volwassen bent. Tot de volgende.